Let me be your lucky star. Shine it down. Welkom bij Ook Spellen Zolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Pechvogel, uitgegeven door 99 Games. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers waar je ongeveer 20 minuutjes mee zoet bent. En in het dobbelspel ga je proberen om zoveel mogelijk punten te verzamelen, terwijl je je medespelers dwars zit en probeert punten van hun weer af te snoepen. En degene die uiteindelijk met de meeste punten eindigt, is de overwinnaar van Pechvogel. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door Peter Jurgensen en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Het is een vrij eenvoudig dobbelspelletje met een paar trucjes hier en daar, niet al te complex, duidelijk uitgelegd. De pechvogel dobbelstenen, een klein speelbordje. Dit zijn de puntenviesjes waar het ons om te doen is en natuurlijk de pechvogel zelf. En dit zijn de frustratiefiesjes waarmee je elkaar en ook jezelf een beetje kan frustreren. Dus dat is wat we krijgen. Laten we maar zo'n spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 4 spelers. In het midden van de tafel leg je het speelbordje, de dobbelstenen, de frustratiefiches en de pechvogel. Alsmede alle puntenfiches worden binnen bereik gelegd. En dan ben je klaar om te gaan spelen. Het doel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Dat doe je aan de hand van dit soort fiches. Frustratiefiches die je aan het einde van het spel nog hebt, die zijn 3 strafpunten. Tenzij je de pechvogel hebt, dan is elk frustratiefiche 7 strafpunten. Dus dat moet je ook nog eens een keer proberen te voorkomen. Maar zo zet hem op. Laten we maar eens gaan spelen. Wij willen een startspeler aan. Die gooit alle dobbelstenen. En nadat hij geworpen heeft, moet hij 2 dingen doen. Allereerst moet hij alle pechvogels op het speelbord leggen. En daarnaast moet hij een doelgetal gaan kiezen. En dat doelgetal moet een getal zijn wat je geworpen hebt. Dan ga ik even voor mijn voorbeeld wat dingetjes omdraaien. Je kiest gewoon een getal. Wat je wilt doen om punten te scoren is 4 keer, en dan liefst precies 4 keer, het doelgetal te hebben. Nou, bij je eerste worp moet je dit doelgetal kiezen. Nou, laten we zeggen dat ik ga proberen 4 zevens te dobbelen. Dan ga je vervolgens nog een keer dobbelen. En dan ga je net zo lang door tot je ofwel 3 pechvogels hebt gedobbeld, of 4 keer het doelgetal. Het doelgetal wat je aan het begin van je beurt kiest, mag je ook ondertussen niet meer wijzigen. En je kunt ook niet stoppen met dobbelen. Dus je gaat gewoon vrolijk door. Nou, in mijn voorbeeld weet ik het te presteren om 3 pechvogels te gooien. En dat betekent dat ik alle frustratiefiches krijg die op dit bordje liggen. Liggen daar geen frustratiefiches, dan pak ik er eentje uit de algemene voorraad en die leg ik voor me neer. En dan is mijn beurt voorbij. En dan gaat de volgende, paars, googly eyes in dit geval, die gooit alle dobbelstenen weer. Pechvogels komen er sowieso op. Die heeft bijvoorbeeld al 3 vijven. Je gaat net zo lang door totdat je of 3 pechvogels of 4 getallen gooit. En deze gooit bijvoorbeeld een 4e 5. Als je 4 getallen gooit, dan mag jij een 5 pakken uit de algemene voorraad. Of als iemand anders al een 5 voor zich heeft liggen, mag je ook de 5 van die speler afpakken. Als je een fiche van een andere speler afpakt, moet je daarna 1 van de fiches uit de algemene voorraad vernietigen. En die gaat terug in de doos. Mocht het zo zijn dat jij 5 of meer keer het doelgetal gooit, dan krijg jij de pechvogel naast in dit geval de beloning. Alternatief geldt dat ook. Als je meer dan 3 pechvogels gooit, krijg je sowieso je frustratiefiche of de frustratiefiches van het speelbord plus de pechvogel. Wat kunnen we doen met deze frustratiefiches? Uiteraard aan het einde van het spel, zoals ik al zei, zijn ze 3 strafpunten de stuk. Tenzij de pechvogel, officieel heet die de raafgier, maar ik vind de pechvogel makkelijk rondhouden. Dan krijg je 7 strafpunten per fiche. Maar met die frustratiefiches kun je elkaar ook frustreren. Wat betekent dat? Op het moment dat je gewerpt, de eerste worp mag nooit gefrustreerd worden. Dus daar komen gewoon de pechvogels uit en daar komt het doelgetal uit. Laten we de 5 zeggen. Dan mag jij, alsgene die aan de beurt is,
eenmalig per beurt, dus laten we even de volgende worp doen, zeggen van nou, die worp bevalt me niet, dus ik betaal mijn frustratieviesje om een worp over te doen. Nou, in dit geval word ik er niet beter van, alleen had ik stiekem gehoopt dat ik zevens was gaan sparen. Alternatief mogen de andere spelers, mocht jij toevallig heel goed gooien, nou, laten we zeggen dat ik twee vijven gooi, mogen andere spelers die frustratiefiches hebben, die ook gebruiken om jou te frustreren. Dus die zeggen bijvoorbeeld, en wederom nooit bij de eerste worp, en ook niet in een worp waarin je zelf zegt ik gooi opnieuw. Het is altijd of zij frustreren jou of je gaat zelf opnieuw gooien. Mogen ze zeggen, oké, jij zou nu in principe 4-5 hebben, dus dan mag je een 5 pakken. Dat vind ik geen goed idee. Andere spelers mogen daarin meegaan, want elke speler mag maar één keer als die aan de beurt is gefrustreerd worden door de andere spelers. Nou, Googly Eyes heeft bijvoorbeeld geen fiches, maar Army Guy zegt ik ga mee. Dan moet de speler die aan de beurt is opnieuw gooien. En in dit geval is het gunstig voor de spelers, want hij werpt 3 pechvogels. En dat betekent dat hij alle fiches moet nemen die hier op het veld liggen. En dat zijn natuurlijk gelijk 3 strafpunten. Mocht het zo zijn dat andere spelers jou frustreren en jij gooit en je weet toch succesvol jouw punten te scoren, dan krijgen de spelers die jou gefrustreerd hebben hun frustratiefiche weer terug. Plus, jij mag elke speler die jou gefrustreerd heeft één van jouw fiches geven. In dit geval hebben 2 mensen me gefrustreerd. Deze kan ik zelf geven, die andere krijgt de speler vanuit de algemene voorraad. Dus er is een risico aan iemand frustreren. Nou, je mag dus nooit frustreren bij de eerste worp. En er zijn 2 andere regels. Je mag niet frustreren als de speler geen pechvogels gooit en ook geen doelgetal gooit, ik doe het even zo, dan mag je hem ook niet frustreren middels een fiche, maar zelf ook niet. En alternatief, als een speler de pechvogel zelf zou krijgen, de raafgier, door 5 keer het doelgetal te gooien of 4 keer de pechvogel, dat die worp mag ook nooit gefrustreerd worden. Maar op die manier gaan we vrolijk verder. Totdat al deze fiches op zijn, dan gaat iedereen zijn of haar score tellen. De fiches zijn gewoon punten waard, gelijk aan het getal wat erop staat. Voor elk frustratiefiche haal je er weer 3 van af. En als je deze hebt, is elk frustratiefiche dus -7. En degene met de meeste punten is de winnaar van Pechvogel. En zo wordt het spel gespeeld. Pechvogel is een snel, simpel dobbelspelletje met een hoge geluksfactor. De vormgeving is grappig gedaan, er zit een gezonde interactie in. Iemand gooit de dobbelstenen. We proberen met z'n allen natuurlijk te hopen dat hij zichzelf al het ongeluk toewerpt. Maar anders helpen we met plezier een handje door de frustratievisies. Zelf heb je natuurlijk ook een klein beetje invloed doordat je zelf ook een frustratievisje kan inzetten. Waardoor je een worp opnieuw mag doen, maar het blijft voor een groot gedeelte gewoon dobbelen. En hopen dat je de juiste aantallen, de juiste dobbelstenen gooit. Wat ik wel leuk vind is de interactie natuurlijk, omdat je dus met z'n allen aan het kijken bent van wat gebeurt er en gaan we deze persoon die nu aan het werpen is frustreren met onze fiches. Of als iemand gelijk bij de eerste worp al een cijfer mag pakken, pakt hij hem uit de algemene voorraad of pakt hij hem van een andere speler af en wat vernietigt hij daardoor. Dus het gaat vrij snel, vrij vlotjes. Het deed me een beetje denken aan regenwormen, waar je natuurlijk ook middels de dobbelstenen probeert om bepaalde tegels naar je toe te trekken. Alleen hier is het pestelement iets zwaarder, omdat je mekaars worpen ook nog een keer kan frustreren. Grappig gedaan, maar ik ben niet zo'n fan van de enorme geluksfactor die dit spel heeft. Het komt er altijd nog steeds op neer. Heb je geluk met het werpen van de dobbelstenen? Want je kunt de dobbelstenen zelf niet echt manipuleren. Je kunt alleen je worp opnieuw doen en dan hopen dat het beter gaat. Maar dat blijft koffiedik kijken. En zelf heb ik altijd meer de wens om iets invloed te hebben op wat er allemaal gebeurt. En dit is een snel, luchtig spelletje waarbij pesten hoog in het vaandel staat en er veel interactie is. Maar het is ook gewoon heel veel geluk en dat element vond ik zelf wat minder. Neemt niet weg dat het degelijk in elkaar zit en je hebt echt wel schik, zeker met het elkaar frustreren en het pesten. En ik vind de benamingen goed gekozen,
maar het is niet helemaal mijn ding. En het is om die reden dat ik Pechvogel een 5 heb gegeven. Spellenzolder.